Helaas schijnt het nog steeds niet tot Frank Govers te zijn doorgedrongen dat het gebruik van bont uit ethisch oogpunt onjuist is. Het argument dat telkens weer naar voren komt dat bont een natuurlijk product is, kan werkelijk als flauwekul bestempeld worden. De Volkskrant plaatst veel meer brieven van mannen dan van vrouwen. De Volkskrant is in zijn keuze uit een presentatie van ingezonden artikelen en brieven ronduit seksistisch. Oh ja, dit is een typisch voorbeeld van een politiek correcte brief. Kan het nu afgelopen zijn met het gebruik van het woord gehandicapte? Juister is natuurlijk de aanduiding mens met een fysieke uitdaging. Dat is een typische Volkskrantbrief. Ja? Ja. Ja. En dan hebben wij er hier nog één van. Toen de heer Minko namens het samenwerkend verzet de dag van de vrijlating van de twee van Breda een zwarte dag noemde, verschoot ik van kleur. Had hij niet kunnen weten dat hij met zijn uitspraak de vooroordelen omtrent zwarte en kleurlingen versterkt. Dus een brief van Carla Brunot uit Amsterdam. Schrijft iemand. Ja, en of dit nog niet chockerend genoeg is, ondertekent zij de brief ook nog met de duidelijk uit Duitsland afkomstige naam Brunot. Juist in deze tijd is dit kwetsend. Voorts wil ik alle lezers vragen de Afrikaantjes uit hun tuin te verwijderen en het gebruik van chocoladevla te mijden. Oh, dat is weer een reactie dus? Of ja, niet, ja. Oh, die hou je ook graag bij natuurlijk. Ja, dat is enig. Zit er een tendens in? Is er een cyclus van meer politiek correct, minder politiek correct of andere vormen van cycli? Nou, er zit een jaarlijkse cyclus in. Oh? Dus in het voorjaar dan zeggen wij tegen elkaar van nou, het is lente, want dan komen de eerste brieven over de kievitseieren. En dan komen de brieven over de grutto's, de arme grutto's. En dan in de zomer komen de brieven over dat je dus niet op vliegvakantie mag gaan. Want dat is slecht voor het milieu. En bovendien mag je niet naar verre landen gaan, want dat is bederft die culturen zo. En dan weet je dat het najaar is, want dan komen de eerste brieven over de jacht. Want dat mag absoluut niet. En dan krijg je daarna dus de brieven over Sinterklaas en Zwarte Piet. Waarom is Zwarte Piet nou zwart en Sinterklaas wit, en dan wordt er dus voorgesteld om ook eens een zwarte Sinterklaas te doen. En dan is het al bijna kerstmis en dan wordt er dus geklaagd over dat er zo vreselijk veel gegeten wordt en met name ook dieren. En dan is het winter en dan krijg je de brieven over het bont. Ja, en dan zijn de kievitseieren weer. Dat is een vaste cyclus. Ja. Ja. Wat is nou toch politiek correct? Politiek correct is uit Amerika overkomen waaien. Het is een term om voor het gebruik van woorden die geen aanstoot kunnen geven ten opzichte van de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is een hele mond vol, maar als ik dus woord voor zwarten gebruik, kan ik neger zeggen. Dat is geen politiek correcte term. Zwarte is eigenlijk ook niet meer echt correct. En dan gekleurde mensen. En dan mocht ook niet, er moest dus worden mensen van kleur. Wat ik een hele rare uitdrukking vind. Maar dat schijnt op het ogenblik de meest politiek correcte aanduiding voor, ja, ik zal maar zeggen, gekleurde mensen. Ja, zwart. Alles wat niet wit is, zal ik maar zeggen. Ja. En een bezwaar tegen politiek correct taalgebruik is ook het verdoezelende karakter ervan. Ik heb bijvoorbeeld nog iemand gekend, die is zelfs jonger dan ik, een Leidse dame, die heeft nog geleerd dat ze het woord sneetje niet mocht gebruiken. Voor een boterham. Voor boterham, ja. Ah. Ja, dat. Je begrijpt wat daarvoor. Nee? Nou, dan laten we het maar zo. Nou, dat is dus ook eigenlijk een vorm van politiek correct taalgebruik. Anno 1930, zal ik maar zeggen. De BTT had toch ook zo eentje? Ja, dus de gleuf, dat werd dus inwerpopening. Voilà. Want dat gleuf was dus niet meer correct. Oh, hier heb ik er nog eentje. Wij hebben dus een serie in de Volkskrant.
En nou schrijft iemand van... hoe komt het dat er in die serie geen vrouwen aan het woord komen? En ook geen allochtonen? Een serie over mensen. Duidelijk. Over mensen, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat wordt dus allemaal bijgehouden. Er zijn nu 7 afleveringen geweest en er komen in totaal 14 afleveringen. Dus nu moeten er 7 vrouwen en daaronder wie ook enkele allochtonen en liefst ook lesbisch een paar. Ja. Mm. Want anders is het niet eerlijk. Ja, dit zijn dus dingen die meer met de seksen, de verhouding van de seksen te maken hebben. Dus de zwarten in Amerika, hun emancipatie, die is dus ook heel duidelijk politiek bepaald. Een politiek item, zal ik maar zeggen. Dus daar komt denk ik dat politiek correcte vandaan als samenstelling. Maar hoe weet ik nou wat politiek correct is? Dat kun je opzoeken in allerlei woordenboeken. In de woordenboek? In de woordenboeken. Of heel goed opletten in de krant. Bijvoorbeeld laatst nog bleek dat bejaard niet meer een politiek correcte uitdrukking was. Ja, bejaard. Ouder vandaag helemaal. Wat moet het nu? Het moet nu ouderen zijn. Meneer de voorzitter, zou ik even wat mogen vragen. Zou u het heel erg vinden om het woord bejaarde te vervangen door ouderen? Nee. Dat vind ik niet erg. Hartelijk dank. Of senioren. Ja. Ik heb wel eens een seniorenflat ergens. Ja, senior. Dat is senior. In plaats van een ouder vandaag huis. Ja. En daarom is het daarnaast zo belangrijk dat we ook de korting op de ouderenoorden. Ja, we kunnen daar wel om lachen, maar je kunt ook goed kijken wat de voordelen en de nadelen van dat soort woorden zijn. Maar daar zit wel wat in. Ja, ja. Maar is het nou alleen maar beleefdheid of is het... Want ik vind het ook een beetje terreur. Ja, maar mijn kinderen bijvoorbeeld vinden allerlei beleefdheidsconventies... als iemand aankijken bij het voorstellen en met twee woorden spreken... vinden ze ook terreur, dat zeggen ze ook. Elke voorstel om ons handelen, ook ons talig handelen, wat te reguleren... heeft een zekere dwangkarakter. Maar hier kunt er ook wel voordelen aan verbinden. Als iemand zich... ontstemd voelt door je woordgebruik. Gekwetst. Ja, dan let hij niet meer op wat je nou eigenlijk wil zeggen. Nou, dat is heel vervelend, want je zegt eigenlijk iets heel anders... en je wil dat die boodschap overkomt. Dus als je de woorden gebruikt die dit gehoor plezieren... dan is dat voordelig. Voor de communicatie. Voor de communicatie, dan verloopt dat makkelijker. Vroeger waren het achterlijke, onvolwaardige, wat ik nare woorden vind. Toen waren ze zwakzinnig of zwakbegaafd. Dat mag ook niet meer. Er zijn zoveel ouders die zich schamen voor hun zoon of dochter... dat ze steeds mooiere woorden zoeken. Dus er zijn zelfs mensen die zeggen... mijn zoon is niet gehandicapt, mijn zoon heeft speciale mogelijkheden. Dus ze draaien het helemaal om. En als ik dus tegen iemand zeg, ik heb een Mongool... Dan zegt de ander, nee, u hebt een zoon met het syndroom van Down. Dan zeg ik heb hem al 30 jaar. Ik denk dat ik het wel beter weet dan niet. Ja. Maar er is een soort van mode, je praat daar niet over. En ik denk, waarom nou niet? Dus dat zit dus ook bij dat politiek taalgebruik. Als je dus een beter woord vindt, dan... emancipeert die groep zich ook sneller die met dat woord wordt aangeduid. Zou je beter emanciperen als je African American wordt genoemd? Dat denk ik dus eigenlijk niet. En het bewijs daarvan is dat telkens die nieuwe woorden die voor een groep die dus in het verdomhoekje zit, zal ik maar zeggen, worden uitgevonden. Die raken telkens weer besmet, als het ware. En dan moet er weer een nieuwe term uitgevonden worden. Ja, want maar wie verzinnen wil... dat nou, dat politiek correct? Wie verzinnen daar heb ik dus geen echte studie naar verricht. Maar mijn vermoeden is heel vaak dat er een laag is van mensen die veel toegang hebben tot media, die ook heel taalvaardig zijn, die niet zelf tot die groep echt behoren, maar die graag daar iets goeds voor willen doen. En die komen dan met dat soort woorden aan. En dat is mij ook een bezwaar dat ik heb tegen politiek taalgebruik. Het heeft een sterk bevoogdend karakter. Het is niet een kwestie van verbieden of gebieden. Het is meer een kwestie van dat je zegt... vergeet niet dat dit woord, en er zijn er honderden van dat soort in onze taal... als je dit soort dingen zegt, dat dat eigenlijk een overblijfsel is van
de vorm van autoritair gedrag of van seksisme of van racisme of van antisemitisme, zoals die steeds heeft bestaan. En door het gebruik van dit soort woorden kun je mensen kwetsen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk in Amerika, waar je bent gegaan om mensen van, zeg maar, oorspronkelijk Afrikaanse afkomst aan te duiden als, nou ja, noem maar een heel rijtje. Negro, Nigger. African, Afro-American, African-American. Dat is de laatste, niet, hè? Maar al dan niet met een streepje ertussen. Toen was het zo dat de media dat ogenblikkelijk zonder discussie overnamen. En vanaf dat moment in de New York Times en dergelijke stond gewoon African-American klaar. Nou, dat is dus iets dat zie ik hier nog niet gebeuren. Maar moeten we dat nou toejuichen? Wat is daar mis mee? Ik vind dat uitstekend. Nee, maar dat rare gedoe over zo'n streepje? Dat streepje hebben we niet over. Maar het is inderdaad, als op een gegeven moment mensen zeggen, we hebben het over Japanese-Americans, Irish-Americans, al die, weet je wel, soms ook hyphenated Americans genoemd. Weet je, mensen die dus op een of andere manier erbij horen. En een bepaalde groep of groepering of de leiders van die groep zeggen, we vinden het eigenlijk een betere benaming om African-American te zeggen. Want het staat zo gek met dat afro of zo. Dan kun je natuurlijk zeggen van, is het nou zo belangrijk enzovoort. Ja. Daar heel moeilijk over doen. Je kunt ook zeggen, nee, dat is een ander principe. En dat principe, dat huldig ik ook. Van, je volgt in principe de naam die de groepering zelf vindt dat het beste is op dat moment. En dat verandert wel eens een keer, dat is ook helemaal niet erg. Dat vind ik een goed principe. Als de mensen zich daarmee identificeren met de naam. En dat geldt dus voor ongelooflijk veel groepen in de wereld. Nationalistische groepen, minderheidsgroepen, vrouwen. Over het algemeen natuurlijk groepen die het in de samenleving niet zo goed getroffen hebben. En als blijkt dat een bepaalde woord wat voor hen gebruikt wordt in een situatie eigenlijk steeds meer stereotyperend begint te worden of stigmatiserend begint te worden. En men zegt, we willen eigenlijk best een andere naam. Bijvoorbeeld in Nederland ook met zigeuners, wat ook iedereen gebruikt. Dat staat ook gewoon dagelijks nog in de krant. Er zijn een heleboel samenlevingen waar dat woord toch eigenlijk een beetje gek wordt gevonden. Ook gypsies. Wat is en men eigenlijk toch liever bijvoorbeeld de specifieke naam. Wat is negatief aan zigeuner? Kijk, het gaat niet. Kijk, het woord zelf, daarvoor zeg ik het net ook, het gaat niet om de woorden, nee, of taal, maar het gaat om het taalgebruik. Ja. En het gaat om het gebruik wat woorden hebben. En als het zo is, maar als ik zigeuner zeg, dan weet iedereen wat ik bedoel. Precies. En wat iemand anders erbij denkt, dat ze niet deugen of zo, of dat ze hier niet horen, weet ik veel, heb ik toch op dat moment niks mee te maken wel. Ik vind van wel, want zoals ik net al zei, taalgebruik heeft te maken met sociale relaties. Heeft te maken met de positie die je in de samenleving hebt. En wanneer je het hebt over zigeuners of over negers, dan is het niet alleen maar over een neutraal onderwerp, bijvoorbeeld over een tafel of over een schoolbord spreken. Maar je praat over mensen en tegelijkertijd druk je een bepaalde positie, een bepaalde houding uit, als nu blijkt. En als je weet dat bijvoorbeeld vrouwen niet meer vrouwtje genoemd willen worden. En als zwarte mensen of Afrikaans-Surinaams of Surinaamse Nederlands, hoe je ze noemen wilt, niet meer neger willen genoemd worden, maar zwart, blacks enzovoorts. Dan is het zo dat als je daarvoor dat respect niet hebt, je tegelijkertijd plaatst in een situatie van, ik heb er helemaal niks mee te maken, wat zij vinden. Ik heb eigenlijk überhaupt met hun gevoelens niks te maken. Ik ben eigenlijk een heel ongevoelig iemand. Dat drukt dat onder andere uit. Over het algemeen heb je het niet over discriminatie tussen groeperingen die gelijke macht hebben. Over het algemeen bedoel je toch, in Nederland ook, discriminatie van minderheden. Mensen die minder te zeggen hebben. En dat zijn, om het even kort samen te vatten, iedereen die geen witte, viriele, gezonde, heteroseksuele man is. Ja, was dat dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus dat is dat rijtje. En dat is dus in een meerderheid. Hou jij rekening met gevoeligheden? Ik denk wel dat ik af en toe zelfcensuur toepas. Ja? Ja. Als je bijvoorbeeld een cartoon zou maken over racisme, dan kom je niet onderuit om een racist sprekend in te voeren. En dat werkt altijd als een boemerang. Want dan ben jij de racist die het maakt. Oh, ja. Want ik herinner me nog bijvoorbeeld, Kees van Kooten en Wim de Bie hebben heel lang geleden in Hadi Massa hadden ze een serie weerzinwekkende gesprekken.
Ja, dat werd zo vreselijk. Daar zijn ze mee opgehouden. Verkeerd begrepen? Het werd altijd verkeerd begrepen. Zij waren dan, wat ze ook aan weerzinwekkends te beelden waren. Zij wilden dat aan de kaak stellen, maar het werd een kwalijk genomen. Dat gaat bijna nooit goed. Natuurlijk heb ik ook mijn bedenkingen wat Ian Smith doet met... en die interviewer zegt dan negers. Oorspronkelijke bewoners, vaak niet helemaal correct. Maar als je nou kijkt in de overige landen in Afrika... waar de negers, gekleurde mensen, hun onafhankelijkheid hebben gekregen... dan zie je dat het daar vaak een enorme bende is. Kijk eens, het is buiten kijf dat onze cultuur een heel ander is dan die van de... negers, niet blanken, en het is logisch dat dat van tijd tot tijd botst. Maar als je de volledige vrijheid geeft, wat gebeurt er dan? Dat heeft te maken met het cultuurpatroon van de negers. En dan zegt die interviewer eindelijk met een zucht. Maar daar gaat het dus, hè, over dat woord. Ja, dit is nog vrij extreem, maar... veel mensen durven het woord Joden niet te zeggen. Dus die zeggen nooit, bent u een Jood? Maar die vragen altijd, bent u Joods? Oh ja. Of Joodse mensen. Maar het woord Joden, dat neemt bijna niemand meer in de mond. Zul jij het ooit gebruiken? Ja, ik heb daar ook heel veel aarzelingen over. En als ik dat dan denk, zeg ik dan expres wel Joden. Maar het klinkt heel naar Joden. Maar zou je het ook in een tekst zetten? Daar waar het adequaat is? Of ga je dan maar gewoon iets anders tekenen? Ik denk het wel. Ik weet het niet, hoor. Ik ben niet echt moedig wat dat betreft. En wat vind je van die politiek correcte beweging? Dat je helemaal geen woorden meer mag toelaten in je hoofd zelfs? Ja, ik vind dat vreselijke waanzin. Daar heb ik erg bezwaren tegen. Want er is een redelijk argument. Je moet andere mensen niet kwetsen. In feite wat jij dus ook zegt. Nou, ik kwets niet graag mensen. Nee. Maar als je gewoon negers, zigeuners of whatever zegt... en mensen zeggen, ik ben nu gekwetst... Ja, trek het je dan aan? Ja, ik trek het me wel aan, maar ik probeer dan wel in gesprek te raken... te zeggen dat ik dat erg overdreven vind. Dus toch... Je bent toch wel eens politiek incorrect geweest, begrijp ik? Ja, zeker. Jawel. Als het... ja, de feministen, ja, nou ja, goed. Daar kan ik inderdaad wel. Daar heb ik wel eens grap over gemaakt. Nou, die waren ook een tijd lang vrij heilig, de feministen. Maar het gaat weer over. Het gaat allemaal weer over, ja. En niet alleen maar een ding. Het is niet een object wat in een woordenboek staat of zoiets. Taal is wat wij doen. Dus als je op een gegeven moment het hebt over Turken... dan is zeg je niet alleen maar neutraal een woord. Dat vind ik dan zo raar. Daar ga ik dus... Je doet mededelingen. Je beschuldigt mensen. Ik je vraagt beschuldig dingen. Niemand. Ik zeg, ik categoriseer hooguit iemand die uit Turkije komt. Nee, maar wat ik zeg is... Wat ik zeg op een gegeven moment, en waarom moet ik mensen van kleur zeggen? Dat is toch raar? Hoef je ook niet per se te zeggen. Noem ze maar gewoon. Wat ja, jij zei wat ze wel net. Ja, vind ik ook wel. Nou, ze mensen van kleur vind ik een beetje griezelig. Waarom? Gewoon een blanke of een zwarte, dat is nou ja, praktisch. En... Ja, nou goed, zeggen, ik moet dus... witte mensen, zwarte mensen, het maakt allemaal niet uit. Je went er op een gegeven moment wel aan. Ja, precies, daarom. Je went eraan en ik vind gewoon waar je aan moet wennen. Dat is dus, waar je aan moet wennen, is aan een heel fundamenteel idee... dat taal en taalgebruik, of tekst in de krant, schoolboeken, wat dan ook... dat niet iets is wat neutrale objecten zijn... waar niemand wat mee te maken heeft. Dat zijn dingen die actief worden gebruikt door mensen. Dat zijn dingen die bepaalde effecten hebben. En gebruikt worden in bepaalde situaties, in een bepaalde context. En wat dan zo belangrijk is, is dat je begrijpt dat een bepaald woord... door allerlei associaties bijbetekenissen krijgt. Steeds meer bijbetekenissen krijgt. Die bijvoorbeeld die voor iemand anders denigrerend zijn. En daar hou je rekening mee. En ik vind goed, dus dan ga je dus allerlei eufemismen verzinnen. Ja, waarom? Van de tering naar de tuberculose, naar de TBC, naar de TB. Je gaat er gewoon dood aan. Precies, nou. Wat is nou het verschil tussen tering en TB? Toch niks?
He, om het dus een neutrale ziekte te doen. Er zijn een heleboel van dat soort dingen. Ja, en het is bekend dat mensen woorden voor ziektes ontlopen. Ik bedoel, ik ken ook mensen die plotseling zacht beginnen te praten wanneer het over kanker gaat. Ja. Dat soort... maar... Wat hebben negers er nou... nou dat vind... wat hebben die nou gewonnen met het feit dat ze African Americans heten? Of mensen van kleur? Kijk. Toch niks. Die... in wezen. Dat in wezen is het woord alleen niet zo belangrijk. Maar het is de hele houding. Daarvoor zeg ik steeds, het gaat niet om dat ene woord. Maar het gaat om het hele. Broodje wit en bruin speelt mee. Dus zeg maar, wat broodje? Nou, ik weet nog wel, voordat je kunt nu 20 soorten brood krijgen in de broodjeszaak. Maar vroeger had je bruine broodjes, witte broodjes. Dan ging ik bestelde ik, nou, ik wil een broodje ossenworst. En dan verzonk ik weer in gedachten, want ik was heel erg in gedachten altijd. En dan stond dat voor mijn neus en dan was het weer een wit broodje. Ik kan dat niet terug, maar van ja, natuurlijk heel vriendelijk. Want ik wou een bruin broodje, maar ik had vergeten om te zeggen dat ik een bruin broodje wilde. Je was een minderheid. Dus ik was een minderheid. Maar ik bedoel, ons waarnemingsvermogen zit zo in elkaar dat wij altijd de wereld ordenen in wat normaal is en wat gemarkeerd is. Dus wij hebben... En normaal is de meerderheid. Meestal. Normaal is, en dat is niet, dus dat is per ordening. Kijk, wij hebben 10.000 naamwoorden. Dus we hebben sowieso 10.000 ordeningen van deze wereld. Dus wij zitten zo in elkaar. En we kunnen niet anders dan dat. En we zijn altijd wel een minderheid ook. En we zijn altijd minderheden. Hè, dus als ik niet rook, bijvoorbeeld. Ik heb het twee keer meegemaakt. Dus één keer dus dat er... dat wij een vergadering hadden vroeger en toen kwam er... en toen zat er iemand in de kamer. En toen stak er een hoofd om de deur en die zei... oh, er is niemand. Nou, er waren twee mensen. En dat is niemand. Dus men is in staat om te zeggen, er is niemand. En dat betekent niemand van ons. Hè, dus ook weer meerderheid, minderheid. Want het is iets wat tot jou behoort en wat gemarkeerd is. Ja. Nou, dus wij zitten op een hele fundamentele manier... te markeren. Te markeren. En we doen dat systematisch ongemerkt. En dat is onze enige manier om te overleven. Om überhaupt ordening te krijgen. En als die meerderheden zich bundelen tot machtsblokken... dan krijg je een heel andere situatie. Maar dat is voor een taalkundige niet zo relevant. Ik bedoel, het mechanisme is zo diep verankerd in het menselijk... Wat vertelt ons wat dat betreft ten aanzien van taalgebruik... Als je zegt van nou, ik wil graag rekening houden met het feit dat ik andere mensen niet wil kwetsen. Nou, dan pas je je taalgebruik aan. Maar dat is het enige wat we correcte willen. Ja, maar dat gebeurt automatisch. Ik bedoel, iemand die... of je zorgt dus dat... Kijk, als het niet een probleem voor je is, dan komt dat ook niet tot uitdrukking in je taalgebruik. Dus als ik niet-blanken volstrekt evenwaardig vind... Ik vind het een non-issue. Een rassenissue is voor mij een non-issue. Nou... Ik behandel dus mensen ook zo. En als ik dus mensen zo behandel... hebben ze ook geen last van bewoordingen die ik gebruik. Want ik richt mijn taalgebruik dus zo in zoals ik mensen behandel. Dus ik heb geen enkele reden om daarvan te zeggen... nou, oké, okay, dat... Dus pas als je echt van mening bent, bijvoorbeeld... Hè, dus die republikeinen in Amerika... of de hele rechtse republikeinen... dat zwart minder is dan blank... en je bouwt daar politieke macht op... dan komt dat in je taalgebruik. Dat is natuurlijk een heel andere kwestie. En is het omgekeerd dan niet het geval... dat als je het eruit bandt... dat je er ook een beter mens van wordt? Als je racistisch taalgebruik zou vermijden? Die republikeinen beïnvloed je voor geen millimeter daardoor. Nee, maar als jezelf, als je je realiseert dat je een onderdrukkende meerderheid bent... Ja, maar zo percipieer ik mezelf niet, zo ben ik ook niet en zo wil ik ook helemaal niet zijn. En... Nee, maar dat komt omdat je een onderdrukkende meerderheid bent. Ja, dat geloof ik. Daarom denk je zo. Nee, dat geloof ik niet. Dat zeggen ze. Ja, maar dat zeggen ze. Maar dat is, ik vind dat een volstrekt onnauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Het is omdat jij die macht hebt. Daarom kan je er zo weggooierig over doen. Het gaat erover dat andere mensen die worden onderdrukt, die krijgen die banen niet. Die worden vanwege hun seksualiteit afgekeurd of vanwege hun huidskleur. En die last heb je allemaal niet. Dus dan kan je ook makkelijk zeggen van ik heb ongebreideld toegang tot het lexicon. Nee, maar ik denk dat niet dat het uitgevochten moet worden op het niveau van de taal. Ik denk dat de taal vanuit de taal is de verkeerde toegang. Je moet dus de
Je moet dus in de politieke beslissingen die je neemt en in de maatregelen die je neemt als regering, daar moet je dus dingen veranderen die noodzakelijk zijn. Dat is ook veel effectiever. Want dan past het taalgebruik zich daarvan aan. Dus de mensen die dus dat politieke taal, het correcte taalgebruik propageren, die beginnen bij het verkeerde eind. Ja, het mag misschien een beetje overdreven klinken, maar we houden rekening met dit soort dingen, want het heeft te maken met identiteit van de andere groep. Het heeft te maken met allerlei andere zaken. Eigenwaarde, zelfesteem. Precies, duizend dingen, ja. En er zijn gewoon allerlei dingen, die, en er zijn ook normen en waarden over die zin duidelijk. Er zijn allerlei scheldwoorden voor Joden. In principe ja. Is het zo dat mensen die in Nederland terecht niet meer gebruiken. En het beter dat het ook zo voor allerlei andere groepen gebeurt. Dat wil niet zeggen dat er niet op Joden gescholden wordt. Dat wil niet zeggen dat er geen antisemitisme bestaat. Dat wil niet zeggen dat er allerlei andere groepen... De geschiedenis bewijst dat de vergelijking met Joden in deze rijtje altijd een beetje ongelukkig is. Ik bedoel, ze hebben een recht op een uitzonderingspositie die met heel veel bloed en ellende betaald is. En dat iemand een rotkatholiek is, dat vind ik dat je moet kunnen zeggen, maar een rotjood is toch iets moeilijker. Dus dat is eigenlijk is dat je limiet? Daar ligt de grens? Katholieken, nee, vrouwen, daar ligt geen grens. Negers. Het is gewoon een uitzonderingspositie. Ja, ja. Ik vind dat een ongelukkige vergelijking. Ik vind dat appels met peren vergelijken in dit geval. Men mag zich daar niet achter verschuilen. Men mag nooit dat argument gebruiken van vervang dit, als je zo noemt, hè, eens door Jood, wat een heel vaak gehoord argument is. Dat vind ik een zeer valse, hypocriete bewijsvoering. Dat, en dus al die andere mensen die zich gekwetst voelen, die moeten zich daar, mogen zich daar ook helemaal niet aan spiegelen? Aan spiegelen, als het leerzaam is, mag het van mij. Maar ze mogen zich daar niet aan optrekken en niet achter verschuilen. Dat vind ik lafhartig. Dat vind ik voordeel trekken en een slaatje slaan uit een onuitsprekelijke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. En als je nou Teun van Dijk, die zegt bijvoorbeeld dat je mensen die in een achterstandspositie zijn, die niet de kans hebben, die de witte, viriele, heteroseksuele man heeft, ja. die moet je met respect behandelen en dus moet je rekening houden met hun gevoeligheden. Ja, ik weet niet hoe hij daarop komt. Dat, omdat wij witte Nederlanders zijn, kunnen we ons niet voorstellen hoe gekwetst al die gemarkeerde minderheden zouden zijn. Door ons taalgebruik. Dus de hoorder maakt uit wat de spreker mag zeggen. Mm-hmm. Ja, ik vind dat onzin natuurlijk. Maar het is voor mij zo'n evidente onzin dat ik nauwelijks realiseer waarom dat onzin zou zijn. Ik vind het woord witte Nederlander al zo vies, weet je. Heel onsmakelijk woord. Stel je voor dat ik de hele dag bewust over straat liep om het feit dat ik een witte Nederlander was. Ik zou onmiddellijk een bad in willen. Weet je? Voel ik me besmet door. Ik denk toch dat die mensen meer problemen hebben daarmee dan ik. Ik denk toch dat het een soort crypto-racisten zijn. En dat ze zich altijd bewust moeten zijn dat ze, of ze zich wel netjes gedragen, of ze zich wel keurig uitspreken. Ik heb geen last van vooroordelen en ik heb geen moeite met negers. Ik ben dol op negers. Mijn beste vrienden zijn negers en vrouwen. Nee, maar het leeft niet zo. Ik zie dat niet. Maar jij zegt, ze zijn crypto-racisten. Je bedoelt dat mensen moeten mij er altijd een patent maken dat iemand een andere kleur of een ander geloof heeft. Daar hou ik geen rekening mee. Dat voel ik niet. Ik zie je. Gewoon je mensen in mensen. Ik hoef me dat niet bewust te maken. Oh ja, dit is ook een aardige brief. Het ging over exhibitionisme. Exhibitionisme wordt ons opgedrongen.
exhibitionisme is geen vorm van lichamelijk seksueel geweld, maar wel degelijk van geestelijk seksueel geweld, omdat we er niet voor kiezen met zo'n lul geconfronteerd te worden. Wat moet je daar nou mee? Met zo'n brief eigenlijk. Ja, nee, ik bedoel, wat je dus moet zeggen is natuurlijk even kijken en dan zeggen van, god, het lijkt wel een lul, alleen kleiner.